Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin- en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Zijn wij hier met Bas van Noordwijk. Welkom Bas. Dennis Kranenburg is er, een van onze Feyenoord-watchers. En Robert Maaskant, weer terug als vaste gast ook in dit programma. Ook in 2023 weer iedere camera of microfoon die je ziet even roepen wat je ervan vindt of niet? Ja, die kans is wel aanwezig, ja. Wordt er veel voor gevraagd. Beetje wethouder hacking af en toe, ja. Die Maaskant. Ik werd laatst beticht dat ik voor iedere envelop ook kwam, voor die opening. Oh, ja. Is dat waar? Dus, ik ben er. Nee, maar ik werk inderdaad voor ESPN. Ik doe wat dingetjes voor Rijnmond en voor de NOS Radio. Wat dingetjes dus dan ben voor Rijnmond? Dit is je paradepaard, man. Dit is je vlaggenschip. Oh, sorry. Ja excuus. Nou, morgen feest trouwens. Dat dus. Ik ben morgen jarig. Ja, hoe jong? Ja. Ik word 54. Je zou het niet zeggen, hè? Nou. Zou je dat niet rustig, zeggen? Ja, jij bent ook bijna jarig, hè? Hey, met die bolle kop van je. Ja, hoe oud ben jij van de week? 68. Hier, Hollands, Hollands welvaren. Kijk hem zitten. Niks mis mee. Bas ziet er gezond uit. En Bas heeft gisteren natuurlijk weer vierkante ogen gekregen van al het voetbal kijken. Ja, ik wilde eerst naar het schaatsen kijken, maar ik heb toch al het voetbal gekeken. Hoe wonderlijk, Bas, is het dat Feyenoord ook na het afgelopen speelweekend nog steeds koploper is? Nou, dat is wel wonderlijk, ja. Want ze laten natuurlijk zelf punten liggen, maar de concurrent die deed het niet veel beter. Nee. Dus wat dat betreft kwam het wel mooi uit. Alleen gisteren. Twente, dat was eigenlijk de winnaar van het weekend. Ja, die komen dan dichterbij, maar die komen niet langzij. Nee. Maar nou zal een gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht wel velen overkomen. Maar hoe vond je Feyenoord? Ja, dat kan gebeuren bij Utrecht. Alleen als je weet hoe Utrecht speelt en dat altijd de druk op de ketel gaat. En dat het een gekhuis wordt dat het publiek erachter gaat staan. Dan moet je niet zo beginnen. Als je ziet bij de eerste goal dat je heel simpel die bal op het middenveld verspeelt. Ja, vervolgens, dat ja. Vervolgens komt die bal voor, dan loopt er niemand mee. De rugdekking wordt niet gegeven en staat binnen 3 minuten met 1-0. Ga er maar aan staan. En dan zegt Kukje na afloop, ja, we hadden ons beter moeten voorbereiden, denk ik. Daar hebben we volgens mij 2 maanden de tijd voor gehad. Ja, die jongen die wordt gelijk na de wedstrijd voor die camera gezet. En die roept ook algemeenheden natuurlijk onder elkaar. Zullen ze wel wat anders gezegd hebben. Maar ja, dat je begint gewoon heel zwak, klaar en je loopt achter de feiten aan. Ja, daarmee is het begin van de wedstrijd benadrukt, maar... Waar hebben we eigenlijk 90 minuten lang aan zitten kijken bij Feyenoord? Ja, ik vond vooral dat Feyenoord het moeilijk had. Hè? Onzeker achterin met Rasmussen, die ik ook geen gelukkige indruk weer vond maken. Je zag dat er ook Feyenoord wel altijd hoog druk zette. Nou, dat lukte ook niet, vond ik. Je merkte dat Feyenoord heel erg aan het zoeken ook was daarin. En terwijl Utrecht dat juist weer wel deed bij Feyenoord. Op het moment dat Rasmussen bijvoorbeeld achterin de bal had met Hansko, werd de bal steeds breed gespeeld, over 2-3 meter. Het probleem... Stukje maar verleggen. Steeds en vertragen ook daardoor. Hè? Heel erg vertragen. Het was echt in een heel laag tempo. Waardoor Feyenoord uiteindelijk niet het Feyenoord was dat we gewend zijn om te zien. Maar Robert, als je titelkandidaat bent. Als je echt titelkandidaat bent. Dan moet je toch winnen bij FC Utrecht? Ja, maar zo stond Feyenoord er volgens mij ook wel in. Als ik de reacties zag van Arne Slot en van spelers. Die het zelfs op een gegeven moment over verliespartij hadden. Terwijl ze gelijk speelden. Dan voelde dat ook zo. Maar ik denk dat volgens mij geldt dat voor bijna iedere Feyenoord aanhanger. Dat echte kampioensgevoel, iedereen hoopt dat een beetje. Maar dat is er nog niet echt. Daar is het gewoon niet overtuigend genoeg voor geweest. Nou, dan krijg je ook nog eens een keertje de 2 toch wel vrij belangrijke spelers die nu geblesseerd raken. Of geblesseerd zijn. Timber en Trauner. Dat je niet zomaar even 1, 2, 3 opvangt. En wat me ook wel opvalt, is dat er heel snel een negatieve tendens is ontstaan. Want Rasmussen kan er in één keer niks meer van. En Pedersen kan er helemaal niks van. En Jan Baks kan er niks van. En de spitsen blijven maar wisselen. Ik vind het ook wel weer wat te negatief voor een Feyenoord wat eigenlijk normaal gesproken op een derde positie zou moeten staan. Ten opzichte van de concurrentie PSV en Ajax. Staan ze daar toch nog steeds boven, ook na dit slechte weekend. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat een beetje positievere benadering geen kwaad zou kunnen. Hmm. Nou, maar Pedersen noem jij nu in je rijtje, maar die was toch best behoorlijk gisteren, dacht ik, op bezoek bij Utrecht. Dat vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. En waar ik me, want ik ben het met je, ik vond het een enorme slechte wedstrijd. Dat één. Heel groot, eigenlijk de laatste 20 minuten werd het pas een beetje leuk om naar te kijken. En wat mij opviel is dat er zo weinig gebeurde met de ruimte die er lag aan de linkerkant. Utrecht heeft onder Zeelbouwer duidelijk gekozen om heel centraal te verdedigen, om het heel klein te houden.
En eigenlijk was, nou, zeker in die fase nog Idrissi, die ongelooflijk veel vrijheid kreeg. Nou, daar heb ik weinig overlap gezien, wat normaal gesproken een sterk punt is in de teams van Arne Slot. De back eroverheen vliegt of de linker middenvelder eroverheen komt, dat je een 2-tegen-1 kan uitspelen. Bijna niet gezien. Maar ook te weinig 1-tegen-1 situaties waarin Feyenoord echt meer uit had kunnen halen, vind ik ze te weinig dreigend geweest. En nou, ik vind dat ze daar wel echt mogelijkheden hebben laten liggen. Maar dan noem je net allemaal zaken op waarvan je vindt het sentiment is wat negatief. En nu noem je eigenlijk allemaal negatieve zaken en aspecten van die wedstrijd. Ik heb het nu over de mogelijkheden die er lagen, die ze niet benut hebben. Okay. Maar in de algemene tendens, Feyenoord staat nog steeds bovenaan. Krijgen nu weliswaar een wat zwaarder programma natuurlijk. Maar hebben ook gezien, en iedereen begint dan over een kampioenschap van de armoede. Maar het is wat het is. Ze staan er gewoon. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk kwam Feyenoord natuurlijk gisteren wel goed weg. Zo eerlijk moet je zijn. En dus overheerste de teleurstelling. Ja, ik ben wel teleurgesteld over het feit dat we gelijk hebben gespeeld. Maar je zegt terecht, als je 5 minuten voor tijd de gelijkmaker maakt, of ik weet niet precies, was het 5 of 3, in ieder geval hadden we daarna nog wel, maar daarna hebben we nog een kwartier mogen spelen, of 10 minuten, ik weet het niet precies. Dus 10 minuten precies mogen spelen? Hij gaf 10 minuten erbij. Hij gaf 10 en toen nog een half minuutje erbij. Oh, een half minuutje, oké. Okay. Dus we hebben nog best lang de tijd gehad om daarna ook nog te kunnen spelen. Dus vanuit dat perspectief, ja, mag je blij zijn dat je hier een punt haalt. Maar we zijn hier van tevoren niet naartoe gekomen om gelijk te spelen. Dus is dat gewoon een teleurstelling. Maar ja, jij wil elke keer het woord koploper gebruiken, dat snap ik. Want dat zijn we feitelijk ook. Maar ik heb al vaker gezegd dat dat nou niet iets is wat elke dag in de bespreking naar voren komt. We moeten beter in staat zijn om tot kansen te komen. En dat was vandaag niet voldoende. Waarom wil Slot zo graag wegblijven bij dat koppositieschap? Ja, ik denk een beetje trainers eigen. Een beetje de druk eraf halen. Maar jij staat bovenaan. Dus je kan het weghalen, maar het staat er gewoon. Ja. En je wordt ermee geconfronteerd en daar heb je maar mee te dealen. Het kan toch ook juist vertrouwen geven als je juist ziet, we staan bovenaan. Dat betekent dat we het gewoon goed doen in dit seizoen. Maar wel pas na 15 wedstrijden. Ik ben nog steeds niet halverwege. Je hebt Ajax nog niet gehad. Misschien zit dat er ook achter. 2017 hebben we het hele seizoen bovenaan gestaan. Dus er is niks mis mee hoor. Nee. Snap jij de reserve, Robert? Die je hoort en ziet bij Slot? Ik ben er ook niet zo van. Maar het zit niet zo in mijn karakter natuurlijk. Ik ben liever iemand die hoog van de toren blaast en de troepen probeert mee te krijgen. En jij stond ook heel vaak bovenaan. Omdat ik... Hij staat graag in. Ik zit er even over na te denken. Nou ja, 1 keer kampioen geworden. Ruim voldoende lijkt me. Ja. In het RBC. Er zijn er genoeg die... RBC, maar ook Wisla Krakow. Ja. En dat was wel een echte competitie natuurlijk. Dus ja, ik heb dat liever. Maar ik snap Slot ook wel dat hij daar... Slot is natuurlijk sowieso redelijk altijd realistisch, analyserend. Blijft altijd vrij rustig in zijn verhaal. En dat doet hij netjes. Dat doet hij ook goed voor de club. Ja, ik ben wel benieuwd hoe nu hoe de ontwikkeling gaat zijn. Hè? Want je voelt het toch wel een beetje knarsen. Er moeten spelers bij komen. Slot wil dat eigenlijk wat sneller graag dan dat het ten Kloeze handelt. Die eerste barsjes beginnen een beetje te komen bij Feyenoord. Nou, laten we het er maar gelijk over hebben dan. Wat voor basjes zouden dat kunnen zijn? Rami Saruki, hoe is het met die soap? Kunnen we daar nu even een stand van zaken op de maandagmiddag van krijgen? Ik heb net Jan Strooijer nog even gebeld. En gevraagd. Dat is de technisch directeur van Twente. Ja, en gevraagd van wat kun je daarover vertellen? Die zei dat hij verkocht was. Nee. Hij heeft wel gezegd dat ze op dit moment... ze willen hem natuurlijk niet kwijt, hè, want Twente doet het gewoon goed in de competitie. Staan vierde, 4 punten achter maar op Feyenoord. Maar hij zegt ook, ja, de laatste stand was dat inderdaad het bod was afgewezen dat het nu stil was. Maar tussendoor heeft Feyenoord zich dus toch weer gemeld, zegt hij. En hij probeerde met een heleboel armslag voorzichtig te zijn wat hij probeerde te zeggen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze wel weer om tafel gaan om nu te kijken of er dus toch een transfer mogelijk in zit. Maar ja, ik snap Twente ook wel. Wat ik zeg, ze staan vierde, willen hun huid zo duur mogelijk proberen te verkopen. Maar wat moet hij nou kosten? 7, 8 miljoen? Ja, zo, dat zijn de waarden. En dan wordt hij de duurste speler aller tijden voor Feyenoord. Ja. Is hij dat waard, Bas? Ik vind het een hoop geld voor een middenvelder. Ja, ze komen natuurlijk wel wat spelers tekort nu met die blessures. Die vervelende blessures van spelbepalende of in ieder geval belangrijke spelers. Maar 8 miljoen voor een middenvelder, ik vind het een hoop geld. Ja. En de vraag werpt zich op, en ik denk dat jij dat bedoelt met dat knarsende wat rondom Feyenoord niet zich afspeelt. Moet je nu heel veel geld uitgeven voor een verdedigende middenvelder? Of moet je misschien ook niet eens kijken naar een rechter centrale verdediger?
met de afwezigheid van Trauner? Nou ja, je hebt Geertruida natuurlijk, die daar vind ik uitstekend kan spelen. Ja, gisteren begon hij als nummer 6, hè, Geertruida? Nee, klopt. Maar ja. Ik denk dat ze daar toch ook wel zien van op het moment dat ze wel die middenvelder hebben, dat Geertruida daar kan spelen. En het is ook altijd lekker dat je wat multifunctionele spelers in je ploeg hebt. Daar zullen ze ook op geselecteerd hebben. Moet Feyenoord ook doen, hè, want die hebben geen oneindige portemonnee. Dus daar moeten ze ook naar kijken. Maar ik ben het wel met Bas eens dat de beperking... Ik vind het wel erg beperkt in zienswijze. En dat kunnen wij van de buitenkant niet zien. Maar als je alleen maar op Seruki focust... Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer type middenvelders zijn over de hele wereld, want daar kan Feyenoord scouten, die je voor minder geld zou kunnen halen. En op het moment dat je die niet in kaart hebt, nou, dan heeft je scouting dus blijkbaar nog niet zo... Dan staat het toch niet zo geweldig als iedereen roept en zegt. Dat weet ik niet. Het recente verleden heeft natuurlijk bewezen van wel. Met daarom vind ik ook, ik vind Hansko vind ik een fantastische aankoop. Ik vind ook dat ze het heel goed gedaan hebben. Maar dit type speler, ja, dat moet je wel op je lijsten hebben staan. Ja, hebben ze ook wel gedaan, hè? Noor Manswerk. Manswerk. Ja, die is wel aangedragen door de scouting. Maar volgens mij, maar dat weet jij beter, is Slot vooral ook gecharmeerd van spelers die Nederlands spreken. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want ik zei laatst nog tegen iemand van... Ik ken natuurlijk heel weinig spelers nog uit die periode. Het is nog niet zo lang geleden. Dus ik vond het een beetje een vreemdelingenlegioen worden. Dus ik denk dat dat wel iets is waar Feyenoord in de toekomst toch weer moet naar gaan kijken. Om daar toch weer Nederlandse spelers te krijgen. Want het is nou wel heel erg internationaal. En de mensen in Rotterdam die willen graag een Rotterdams team zien. Mm-hmm. En ik weet wel, prestatie staat voorop. Hè? Dus waar ze vandaan komen maakt niet uit als je kampioen wordt. Het maakt niet uit met 40 buitenlanders. Dat is nog prima. Gewoon ook even kwalitatief kijken, Bas. Ik bedoel, Hansko is gehaald, spreekt geen Nederlands, maar is toch een schot in de roos. En als je naar de Nederlandstaligen kijkt, Idrissi, Dilrosun, Timber... Houdt allemaal nog niet heel erg over. Dan, spreek alleen wel Nederlands. Ja, dan heb je inderdaad wel het feit... bijvoorbeeld een Azarkan bij Excelsior doet het toch niet zo slecht. En dan kijk ik naar alle andere spelers die bij Feyenoord lopen... terwijl hij van Feyenoord is. Ja, moet je ze daar dan van ver van halen? Daar heb ik mijn twijfels over. Met andere woorden, jij vindt dat Feyenoord eigenlijk een poging zou moeten wagen... misschien wel deze maand om Azarkan terug te halen? Nou, dat hoeft niet, maar hij staat nog tot 2024 onder contract. Dus ik zou hem volgend jaar een echte kans geven. Ik vind wel het verschil, hè. Gisteren Azarkan, prachtige beweging. Krijgt die crossbal, die neemt hij vanuit de beweging mee. Beetje Maulijn-achtig bijna zelfs, hoe die hem in één keer meeneemt. Ja. Maar het verschil no is wel... Paas heb ik ook nog van hem gezien gisteren. Ja, maar bij Excelsior, hij schiet nu die bal voorlangs. Die gaat er niet in. Bij Feyenoord, als hij die bal voorlangs schiet, staat het heel stadion van een lul dat hij die bal er niet in schiet. De druk, dat is wel het verschil, hè? De druk om bij Feyenoord te spelen in plaats van Excelsior is natuurlijk veel groter. Alleen, ik zie hem wel dingen doen waarvan ik denk, nou, geef hem een keer de kans. Hmm. En hij heeft die kans ook gehad die hij toen niet gepakt heeft. Maar ik denk dat hij volgend jaar toch wel eens een keer dat zou kunnen kijken van of hij wat toevoegt. Ja. Want ik zie het nu op de flank ook niet gebeuren. Nee? Ook die met Jaan Baks, die invalt, een hele fraaie goal maakt. Ja. Maar dat wil ik ook vanaf het begin zien. Ja, ja. Hij schoot hem fantastisch in. Dus daar is niks op aan te merken. Maar tot nu toe moet ik eerlijk zeggen dat ik het nog niet gezien heb. Maar sowieso in de voorhoede sowieso. Hè. Dat is in ieder geval het Jaan Baks goed in. Maar laten de anderen het niet zien. Je ziet ook bij de spitspositie. Slot zei dat na afloop ook nog. Ja, er is ook nog niet echt één positie waarvan we nog niet echt kunnen zeggen van dit wordt voorlopig onze vaste spits. Want ook daar blijft hij nog steeds in roleren. Dat is natuurlijk ook nog iets wat daarin meespeelt misschien. Dat vind ik ook wel opvallend. Ik weet niet of jij dat wel eens gevraagd hebt aan Slot. Hij wisselt nooit, of in ieder geval niet dat ik gezien heb, Giménez erbij. Nee. Dat vind ik opvallend, want dat vind ik aan zich, als jij een doelpunt moet maken in die fase en op het moment dat je kampioen wil worden, dan moet je van die gelijkspelletjes af en moet je dus ook op je gelijkspel nog voor de winst durven te spelen. Ja, waarom zou dat niet met z'n tweeën kunnen? Ja, gisteren had ik dat idee ook wel, dat hij misschien wel hem erin zou brengen. Nou, ik zou dat helemaal geen raar, als plan B zou ik het helemaal niet gek vinden om die twee centraal te hebben. Nee. En daaromheen, dan kan je ook misschien toch een wedstrijd wat beter controleren nog. En het verrast mij eigenlijk dat ze dat nooit doen. Ja. Ze hebben het ook vriendschappelijk niet geprobeerd. Ze hebben ook met andere mensen gespeeld. Ja. Ja. En het zijn er nog eens twee andere type spelers. Dus nou ja, volgens mij zijn ze complementair. Ja. Goed, even terug naar die goal van Jaan Baks. Dat was trouwens pas de eerste poging tussen de palen van Feyenoord. Gisteren in de 90e minuut op bezoek bij FC Utrecht. Ja, pijnlijke constatering, maar goed, het is niet anders. Hij schoot hem lekker binnen. Ali Reza zei Jaan Baks. En ondanks dat hij een toch behoorlijk zware tijd heeft gehad met Iran op het WK, is hij vol zelfvertrouwen en wil hij graag bij Feyenoord blijven.
Ik heb toen ik hier gekomen, ik had het gevoel dat voor mij dit is a place to be. En ja, ik ben blij hier. En ja, ja, nu ben ik de speler van Feyenoord. Niemand weet wat gaat gebeuren in de toekomst. Maar ja, nu ben ik gewoon hier. Ik ben blij. En ik probeer iedere wedstrijd te belangrijk te zijn. En meer minuten maken. En ja, ik kijk naar toe, zeg maar, die donderdag. Oh, het wel zelfverzekerd. Vind ik wel knap eigenlijk. Als je weet wat hij heeft meegemaakt recent. Ik ben positiever over hem dan menig een. Omdat je gewoon weet wat hij kan. En gisteren schoot hij die bal inderdaad fantastisch in. Maar bracht sowieso gif toch bij zijn invalbeurt? Ja, maar dat vond ik met de spits ook. Jiménez. Die scoorde overigens ook nog, maar was terecht afgekeurd. Maar ja, die vind ik ook wat... Mijn persoonlijke mening is dat ik liever Jiménez zie spelen in de spits. Dat vind ik toch een wat meer een Feyenoordman die ook wat meer vuur brengt dan Danilo. En Danilo heeft het goed gedaan, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar Jan Baks, ja, een speler met creativiteit. Hij heeft links en rechts nog een keer een strafschopje veroorzaakt wat punten opgeleverd heeft. Hij moet dit gewoon kunnen in de Nederlandse Eredivisie. Je zegt over de spits inderdaad, Danilo is, ja, dat heeft Slot volgens mij ook inderdaad aangegeven van, Jiménez laat het vaak wel zien, maar wel in een invalbeurt. Dus hij zegt van, als hij vanaf het begin start, dan is het vaak niet, ja, wat hij ervan verwacht. Ja, en Danilo past weer meer in de speelstijl zoals Slot het graag wil zien, met dat aanvallende hoge druk zetten. Ja, dan is Danilo daar een, ja. Ja, maar meer hebben gisteren tegen Utrecht, dacht ik, niet gezien, toch? Nee. Slot vertelde ook van, ja, dat vond ik een beetje een Ajax-redenatie bijna. Van ja, we hebben Utrecht kapot gespeeld en daarom maken we in die laatste minuut een goal. Ja, dat vond ik echt een onzinverhaal. Dat is de eerste keer dat ik hem betrapt heb op een verhaal van, nou, je bent nu iets aan het goed praten wat er niet was. Maar ze waren wel fitter toch dan Utrecht? Nee, maar Utrecht was, dat klopt ook wel. Utrecht was op een gegeven moment ook wel een beetje klaar. En nogmaals, ze gaven heel veel ruimte aan die zijkanten weg. Waar Feyenoord te weinig mee deed, vond ik. Wat ook niet lukt, die kwam geen krant voorbij. Dat had niks met de wedstrijd te maken dat Feyenoord dominant was in balbezit. Nee, dat is waar. Hoe kwam het dat het aan die linkerkant inderdaad maar niet marcheerde? Het was natuurlijk vanaf het begin. Die Van der Marel, die geeft er 2 een cake. Ja. En ze laten het gewoon gebeuren. Denk, ja. Nou, je gaat een keer lekker de reclameborden over. Of weet ik het wat. Maar tot hier en niet verder. Ja, want Paschaal en Deelroos hebben daar echt last van gehad. Ja, natuurlijk. Ja. Dat liet ze al gewoon gebeuren. Ja. En dan hoeft dat niet gelijk van dat je een rode kaart krijgt. Of weet ik het wat. Maar je mag toch wel wat tegenover zetten. Ja. Dat je denkt van, ja, maar ik laat me hier niet afbluffen. Het zal even lekker zijn. Maar zag maar een opstootje op een gegeven moment. Hè? De tweede helft. Je zag al die spelers van Utrecht kwamen met z'n allen massaal ernaartoe om elkaar te helpen. En de spelers van Feyenoord stonden een beetje, nou, bijna apathisch erbij te kijken. Nee, maar goed, Paschaal, dat loopt inderdaad dan niet op links. En die heeft een keekie gehad, wordt gewisseld voor Idrissi. Maar wat was er met Idrissi aan de hand? Ik weet niet, een hoog irritatieniveau. Ja. Want overal was hij geïrriteerd. Op een gegeven moment zie ik hem gewoon een bal, een vrije bal die ik krijg, zie ik hem zomaar wegschieten. Ja, ja, was dat. Ik weet niet wat was het verband was. Maar kortsluiting. Nee, maar ik heb dat, want hij was daarna, kwam hij ook nog in beeld dat hij kwaad was op een gegeven moment. Maar hij dacht dat er gefloten was. Oh. Dus hij schoot die bal inderdaad weg, maar ik dacht dat het spel dood lag. Ja. Dus, maar de irritatie bij hem was al vanaf het begin aanwezig, bij die actie en dat opstootje dan, weet je wel. Ja, waar zou dat vandaan komen? Geïrriteerd dat hij niet speelde waarschijnlijk. Ja. Dan kun je beter op een andere manier laten zien. Ja, dat ben ik je eens. Aan de andere kant, jongens, hij geeft uiteindelijk de assist waar Jan Baks uit scoort. Nee, ja, prima. En 2 minuten later is hij nog heel dicht bij de winnende, die maar net voorbij gaat. Ja. Dus, Het is... Hij kan ook de beste beslissen, dat bedoel ik er maar mee te zeggen. Hij is natuurlijk weer een tijdje eruit geweest. Hij was er natuurlijk wel, toen hij bij Feyenoord kwam, had hij al niet veel gespeeld. Toen raakte hij geblesseerd en nu komt hij weer terug. Ja, nu zal hij toch die opbouw moeten hebben, want dat zal niet in één keer gaan. Dat lijkt me wel duidelijk. Ja, maar Feyenoord kwam natuurlijk ook nog wel goed weg, hè? Want we noemen nu even snel de kansen die er nog kwamen. Je doet de bal op de paal. Dat vond ik... Feyenoord heeft best wel wat kansen weggegeven ook. Bijlo nog een redding. Ja. Ja. En aan de andere kant, Jiménez, het balletje met links, wat hij probeert. Wat ook fantastisch gepakt door de keeper trouwens. Bas zei al... jouw tijden, Bas. Die had jij ook gehad. Nee. Daar ga ik niet over uit. Daar ga ik niet over uit. Later. Heeft hij gelijk of niet? Nou, hij wil maar de tent lokken. Dag. En ik kijk hem daar uitgemeten. Ik zie hem al komen. Altijd oplossen. Ja, daarvoor. Jij sprak, Dennis, vrijdag, voorafgaand dus aan de wedstrijd, met Jens Toornstra in Utrecht. Die zei nog toen tegen jou in de microfoon, nee, ik ga niet scoren waarschijnlijk tegen Feyenoord. Ja. Ik kom toch niet in de positie. Ja, ik heb een iets defensievere rol nu bij FC Utrecht. We zijn 2 minuten bezig en die bal die ligt er dan in. Ja. Wat ook opviel bij die training waar ik dan bij was afgelopen vrijdag, was dat doelpunt. Wat Utrecht dan scoorde, dat was echt precies waar ze vrijdag op hadden getraind. Bal via de rechterkant mee, voorgeven, terugleggen, inlopen. Ja, het was echt een trainingsdoelpunt. En dat hij dan toevallig dat doelpunt maakt, ja, dat is toch wel bijzonder. Even nog terug naar de soap rondom Zerouki.
Nou ja, of die naar Feyenoord komt en of dat dan nog deze maand is of van de zomer, dat weten we nu nog even niet. Maar de vraag is wel eventjes, wie doet nu de zaken bij Feyenoord? Er is namelijk geen technisch directeur of technisch manager, alleen een algemeen directeur. Hoe gaat dat nu bij de club? Te Kloeze overlegt met Arne Slot, met de technische staf en uiteindelijk ook met de scouting, om te kijken welke spelers er geschikt zijn. Nou, als daar groen licht uitkomt voor een bepaalde speler, dan moet er uiteindelijk toestemming worden gegeven vanuit de Raad van Commissarissen. Dan is het Toon van Bodegom, president, en Jacques Troost, voetbaltechnische zaken, die daar dan ook nog een flinke stempel op kunnen geven, zeg maar, om zo'n transfer wel of niet door te laten gaan. Niet sportief, neem ik aan, toch? Dat zal puur financieel zijn. Ja, vanuit... Nou, Troost niet, die zal er ook sportief gezien iets over mogen zeggen. Ja, dat denk ik ook. Dat zou ik heel vreemd vinden. Waarom? Nou, ik vind als jouw hoofdtrainer, inclusief het scoutingsapparaat, een positief advies geven, dat je daar als één man vanuit de RVC niet tegenin moet gaan. Nee. Dan stel je je wel heel erg hoog in de hiërarchie op. Ik kan me bijna niet voorstellen. Financieel is het altijd zo trouwens, bij iedere club. Hè? Tuurlijk. Iedere speler... Er moet er controle op zijn. We hebben als trainers en als technisch directeuren, dan hebben we altijd het verhaal dat je zelf bepaalt wie er spelen. Ja, dat is niet zo. Er is maar één man die echt bepaalt in de club. Dat is de financiële man. Dat is degene die uiteindelijk zegt, dit is jouw stempel, die speler kan je betalen, ja of nee. En niemand anders. Maar ik stelde de vraag meer, Bas, vanuit de gedachte of het niet iets ongemakkelijks heeft dat de algemeen directeur uiteindelijk nu tot degene is die moet onderhandelen, die beters misschien wel moet benaderen. Wat ik vreemd vind, dat zowel Feyenoord als PSV geen technisch directeur heeft. Alle drie daar niet. Snap ik echt absoluut niks van. Hoe zou het komen? Ja, ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Er zullen toch wel kandidaten zijn die daarvoor geschikt zijn. En ik denk dat de algemeen directeur van Feyenoord, Te Kloeze in dit geval, die heeft nog wel wat dingen op zijn bord liggen. Dat bedoel ik maar. En dus of het een blijft liggen, of het ander, dat loopt niet. Dus nou, zeg niet dat het niet loopt. Nou, maar... in het voordeel van Te Kloeze moet je zeggen dat hij wel ervaring heeft natuurlijk als technisch directeur. Absoluut, maar in Mexico, in Amerika. Daar gaat het ook niet over, maar hij is algemeen directeur. Precies. En ze hebben geen technisch directeur. En dat is niet de functie waar je zomaar even overheen loopt. Daar is echt, gaat veel tijd in zitten. En zeker wat betreft aankopen. En dat soort dingen, overleg met de trainer. En zowel Feyenoord als PSV hebben geen technische directeur. Begrijpt er helemaal niks van. De technische directeur gaat er ook niet meer komen bij Feyenoord. Ze gaan dadelijk een technisch manager aanstellen. Ja, hoe je hem ook wilt noemen, dat maakt me niet uit. Het gaat om het werk dat nu gedaan moet worden, moet nu onderhandeld worden. Ja. Tenminste, Robert die heeft daar denk ik ook wel een mening over. Je moet toch een technisch... Karmazi voorstellen. Nee, zoals gewoonlijk. Maar hoe heet dat? Je moet toch een technisch directeur hebben? Nou ja, inderdaad, technisch directeur, technisch manager. Je moet een technisch team hebben. Wat, en zeker bij Feyenoord zou ik zelfs willen opteren voor iemand die verantwoordelijk is voor het binnenhalen van spelers. En iemand die verantwoordelijk is voor de verkoop van spelers. Want dat zijn toch weer twee verschillende takken van sport. Maar er moet iemand zijn die dat totaalplaatje in de gaten houdt. Die de scouting aanstuurt. Die contact heeft met die staf. Dus ja, ik vind ook dat die functie belangrijk is. En ik vind aan de andere kant... En wat vind je dan van dat nu de algemeen directeur dat doet? Nou, die vind ik wel capabel, want dat is gebleken. Hij heeft bewezen dat hij de afgelopen transferperiode, ook in een hele hectische situatie, heeft hij de goede dingen gedaan. Alleen ja, het is wel de voetballerij. Een halfjaartje later staan dingen weer op zijn kop en moet je weer presteren. Ja. Nou, dat is nu de vraag of dat gaat lukken. En ik ken de financiële situatie van Feyenoord niet. Hè? We noemen net de RVC. Die zal financieel gezien heel duidelijk kijken van kunnen wij 7, 8 miljoen... nu zomaar eventjes inleveren. En is dat verantwoord? En dan wordt dus die technische man belangrijk. Want ga je Kuksu verkopen in de zomer? En haal je dat geld dan weer terug? Dus doe je die investering van tevoren, terwijl je al weet van nou, er komt misschien 12, 15 miljoen terug voor iemand anders. Maar Dennis, ik bedoel, Arnessen is al even weg. Ja. Waarom duurt zijn opvolging zo lang? Wat ik vandaag vind, ze zijn op zoek naar een technisch manager, dus een beleidsbewaker in plaats van een beleidsbepaler. En Te Kloeze heeft daar zelf ook over gezegd van we zijn op zoek naar iemand die past in dit profiel. Die hebben we nog niet gevonden, die ideale kandidaat. De winterperiode is een periode waarin we een rustige periode verwachten. Nou ja, dus geen haast. Dus geen haast. En zeker met die zomerperiode waarin het drukker gaat worden, daar zal dan wel... Ja, Bas, ik kijk heel bedenkelijk. Ja, geen haast met betrekking tot zo'n transfer die dan tussentijds moet plaatsvinden. Misschien nu, hè, met maar, 8 miljoen euro. Maar volgens mij is het januari. En in juni gaan we alweer aan de volgende beginnen. Zo is het. Dus, en dat doe je ook niet zomaar even. Dat moet ook voorbereid worden. Dat loopt ook gewoon door. Dus daar heb je toch echt, hoe je hem ook noemt, technisch directeur, technisch manager voor nodig. Die voorbereiding daarvoor treft. Want dat moet nu al...
Daar moet je nu al mee bezig zijn. Vanaf 1 januari mogen spelers met andere clubs praten. Ja. En dit is wel last minute omdat je die twee blessures hebt. Hè? Dus daar, maar ook daar moet je klaar voor zijn. En dan is juist die technische man zo belangrijk. Ja, mij verbaast het ook wel een beetje. Ook de KNVB, hè, die nu met Nigel de Jong aankomen. Die zeggen, ja, die positie is bijna niet in te vullen. Ja, mij verbaast dat met zoveel... Dus we zeggen eigenlijk dat er in het hele Nederlandse voetbal... geen capabele mensen zijn om die functie uit te voeren. Terwijl er bij sommige andere clubs... mensen die hebben hun voetbalschoenen nog aan op zaterdag... en die stappen maandag een kantoor binnen met een pak en een tas... en zijn technisch directeur. Dus bij andere clubs kan dat blijkbaar weer wel. Ik vind het een hele vreemde situatie op het moment. Maar zeg je dat ook niet uit eigen belang? Dat het misschien allemaal ook wel misschien iets voor jou had kunnen zijn? Een van deze functies die nu allemaal vakant is? Nou, ik denk voor Feyenoord denk ik niet dat ik in aanmerking kom... dat ik daar niet een groot genoeg naam voor heb. Ik zou bij andere clubs... had ik die, ik doe nu hele andere dingen trouwens, hè, ook met coaching, maar... ik vind het in het totaalplaatje dat we wel heel erg denigrerend zijn naar de kwaliteit die we in Nederland hebben rondlopen. Geldt ook voor coaches. Groningen kan geen coach vinden. Ja, hoe dan? Ja, sorry, daar kan ik echt niet bij. Ja, dan schuiven we een onervaren Dennis van der Rey, en misschien doet hij het hartstikke goed, schuiven we door naar het eerste elftal van Groningen, want we hebben geen trainers. Ja, dat vind ik echt onzin. Echt onzin. Donderdag, PEC thuis voor de beker. Moet je dan kortste weg naar... Wat ga jij nu zeggen, Bas van bekende... Ga jij het uitspreken? Ja. Ja? Heel kort. Hele korte weg naar Europa? Ja. Europees voetbal? Ja, zo is het allemaal. Ja, Feyenoord wordt kampioen, halen ze de Champions League. Ja, nou, je kan beter 2 prijzen halen. Oh ja, zo is het ook. Maar moet je tegen PEC, jongens, die normaliter wat minder spelen, een kans geven? Of mag je zo niet denken? Ja, op zich zou dat moeten kunnen. Ze hebben natuurlijk wel allemaal de kwaliteit om dat soort wedstrijden te spelen. Daar moet je ook niet te ingewikkeld over doen. Nee. Dus je kan een Hartman en dat soort jongens kan je denk ik rustig laten spelen. Alleen, je moet niet onderschatten. Je moet gewoon vol aan de bak. En dat geldt voor donderdag, maar dat geldt ook voor zondag. Want dan kan Groningen wel van Excelsior verliezen. Maar in Groningen moet je er echt 100% staan. Anders heb je het wel een probleem. Ook van PSV gewonnen. Weliswaar in een hele korte fase in de wedstrijd. Maar goed. Wel gedaan. Feyenoord blijft koploper na deze 15e speelronde. Excelsior gaan we het zo over hebben. Sparta, want dat blijft 6e. Na een knap behaald punt op bezoek bij PSV in Eindhoven. Wat of wie maakt dat Sparta zo goed georganiseerd staat? Ja, dat ligt natuurlijk aan de speelwijze die door de trainer ingegeven wordt. Zijn team, het functioneert echt als een team. Ik heb ze wel eens het verwijt gemaakt toen ze tegen Feyenoord speelden, de uitwedstrijd. Dat ze zich een stelletje makke schapen lieten slachten. Was ook een beetje zo toen. Toen wel, maar zaterdag dus niet. Nee. Toen stonden ze er allemaal. Het gingen ze ook de strijd aan en irriteren en weet ik het allemaal. Dus het had nog een keer mis kunnen lopen omdat Pinto nou niet zo'n bijsterslim actie. Nee, dat was een beetje klunzig. Maakte. Was maar het een strafschop eigenlijk? Ik vond van niet. Aan deze tafel vindt van wel? Ja, als je 1400 herhalingen ziet in slow motion, dan zie je dat hij raakt hem. Maar hij valt er niet door. Ja, maar hij zet toch een stap. Deze vallen. Ja, pas nadat Pinto al zijn actie had ingezet. Die liet nog wat hangen, zo'n been. Dan ziet het er nog uit. Ik kon je prima beleven dat hij niet gegeven heeft. Ik ook. Knap van die scheidsrechter, jongen. Ja. Ja, dan moet je ook wel ballen hebben, om dan niets te geven. In het stadion en dan je wordt daar naartoe geroepen. PSV dit seizoen tegen RKC met een dubieuze strafschop. Ja. Maar deze, ik vond het niet. Maar. Nee. Maar heb je Sparta eigenlijk, dat trouwens een resultaat haalt bij PSV, dat is op zichzelf een zeldzaamheid. Ja. Maar heb je ze in de problemen zien komen? Bijna niet. Een keer een crossbal op Savi waarin ze even verkeerd stonden. Was Vriends net ingestapt, waardoor er iets meer ruimte kwam achter Ouwe Sar. Maar nee, ze zijn niet echt in de problemen geweest. Ze hadden echt nog een mogelijkheid. Hè? Dat schot van Mijnans, 28e minuut. Ja, het wordt gekraakt naar het afleggen van Lauritsen. Maar dat is altijd wel geweest. Dat is altijd wel zo. Hoor. Dat je dat de topclub maakt dan het spel, is veel meer aan de bal. En de zeldzame uitvallen die je dan hebt, die lijken dan ook in één keer veel groter in zo'n wedstrijd. En dat had Sparta ook een beetje. Maar een groot compliment voor Sparta. Want bij een vernield PSV, waar een Gakpo weg was, waar een hoop om te doen was, maar die gebrand waren om terug in de race te komen. Ja. En dan daar een punt halen. Dat is knap. En ik vind het... die twee, Vriends en Ouwe Sar, maken het heel sterk. Maar natuurlijk ook de twee in de as. De spits Verschuren. Verschuren die het fantastisch doet. Absoluut. Die het echt heel goed doet. Ik vind het eigenlijk wel grappig ook dat... de familie Gudde speelt daar natuurlijk een grote rol in. Dat Groningen...
die verkopen Strand Larsen. En Sparta komt dan met, hoe heet die, Paulus? Lauritsen. Lauritsen, sorry. Paulus, hoe komt daarbij? Die speelt bij Cambuur. Met Lauritsen, die elke bal doorkopt, die geweldig sterk daar speelt. En pikken dan ook ampersand nog even Kitalanum op. Ja, ik vind het knap. Ik vind het goed gescout. Zeker. De grote vraag vooraf bij Sparta was toch, na een onderbreking van 2 maanden, wat dat zou doen met die flow. Dat vroeg Maurie Steijn zich ook af. Ja, kijk, je zit natuurlijk als je die winterstop ingaat altijd, krijgt ook heel veel vragen van je zit in een goede reeks en wordt onderbroken. Nou, ik heb toen al gelijk gezegd dat het bij ons wel heel goed van pas kwam. Hè. Onze Nooren hadden alle hele competitie achter de rug, we hadden wat blessures, die overigens nog steeds niet terug zijn, hè, Namli en de Guzman. Maar we hadden wel het idee dat een aantal jongens het nodig hadden. Ja, en na die 2,5 week was het eigenlijk vanaf de eerste training wel weer prima. En goed getraind, goede oefenwedstrijden gespeeld, gewonnen van Spezia, gewonnen van Vitesse, verloren bij Westerlo, maar wel prima gespeeld. Dus ja, wij hadden wel vertrouwen in deze wedstrijd en in de tweede helft van de competitie. Met uiteindelijk een 0-0 op bezoek bij PSV. En Bas, ik heb een enkele Sparta supporter de afgelopen dagen na dus dit punt horen zeggen, dinsdag pakken we ze. Dat ga ik wel hopen, maar daar komt nog wel wat voor kijken hoor. Want kijk, nu waren ze natuurlijk al zo dat ze uitspeelden dat ze onder druk gezet werden. Tenminste, voor zover je over druk kon spreken. Maar ik denk dat de messen wel geslepen zijn nu. Dat er wel uit een ander vaartje getapt wordt. Ja. Want, nee, maar op het moment dat PSV natuurlijk kwalitatief toch beter. Ja, die moeten nu wel echt staan van dat doen we niet even. Nee, nu moet het er volop. Maar wel een kokend kasteel morgenavond erachter. Nee, dus, absoluut. Ja. Maar vind jij nou dat Sparta boven zijn stand leeft? Of is dit gewoon een reële positie? En heb je misschien van de ploegen onder je, dus vanaf plek 7, misschien niet eens zoveel te vrezen? Nou, of je niet veel te vrezen hebt. Ik vind dat Sparta gewoon naar hun kwaliteiten speelt. En dan leef je niet boven je stand. Nee. Welke ploeg kan er dan nog over Sparta heen komen? Utrecht. Utrecht, ja. Staat gelijk in punten nu ook. Ik denk dat Sparta... Ik vond overigens het voor het seizoen ook al. Hè. Sparta heeft een selectie waarin ze gewoon ruim in de middenmoot kunnen spelen. Dat doen ze boven verwachting goed. Ik denk dat die 6e plek misschien net eventjes te veel gaat worden straks. Dan zal inderdaad Utrecht zal er misschien voorbij komen. Heerenveen, als die wat vaker gaan winnen, zou nog een ploeg kunnen zijn die dat doet. En voor de rest denk ik gewoon dat ze een keurige play-off positie gaan halen. Ja, en dan, nou, dat is toch fantastisch. Dan gaan we maar kijken. Ja, dat is fantastisch. Ja, absoluut. Zeker. Maar goed, dat is ook nog wel ver weg. Normaal, we zijn nog niet eens halverwege. Maar het is geen drie jaar geleden dat Sparta dat ook gewoon speelde. Nee, niet zo heel lang geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja. Maar goed, hoe tevreden wij jullie ook praten over Sparta en net over Feyenoord. Er was uiteindelijk maar één Rotterdamse Eredivisieclub die won. Excelsior. Met 1-0 van FC Groningen. Excelsior nu 12e in de competitie. Was eigenlijk verdiend? Ja, ik heb die wedstrijd zitten kijken. Jij kijkt alles. Vandaar die vierkante ogen. Ja. Maar ik vind het knap van Excelsior. Ik vind het echt dat je op zo'n manier met beperkte middelen echt gewoon goed presteert. Want ze staan 12e. Ja. Ik vind het terecht en verdiend. Zeker. De vraag was ook een beetje in hoeverre het idee van voetballen bij Excelsior ten opzichte van de eerste seizoen zelf nu is veranderd. Het moet wat realistischer en volwassener. Nou, die heb ik inderdaad met name de tweede helft gezien. Gewoon, zeker als je zo'n 1-0 voorkomt, gewoon alles overstrepen. Niet te veel opbouwen meer, wat sneller lange bal kiezen. Met z'n allen verdedigen, met name in de passie en in discipline. Nou, dat heb ik wel gezien, tweede helft. Ja. Het is wat minder naïef en met z'n allen vooral verdedigen. Dus iedereen moet ook achter de bal proberen te staan. Dus daar hebben we ook op getraind de afgelopen 6 weken. We willen minder tegen goals krijgen. Dan is de kans ook wat groter dat je een wedstrijd kan winnen of gelijk kan spelen. En ja, dat hebben we dus met z'n allen gedaan. En dan zie je dat dit mooie resultaten van terecht komt. Ja, dat is zeker een lekker resultaat voor Excelsior. Maar Bas, toch vooral dankzij 1 iemand, toch? De keeper. De keeper, ja, daar kom ik toch even bij jou. Ja, de keeper, maar de keeper speelt wel een grote rol. Ja. Het is natuurlijk wel lekker als je een keeper hebt die echt dit soort prestaties neerlegt. Maar die Stijn van Gassel, Bas, die gaat dus door waarbij die... Wat hij in de eerste helft van het seizoen ook al liet zien. Namelijk punten pakken voor Excelsior. Ja, en daar dat is het verhaal natuurlijk van dat hij dat al een langere tijd doet. Het is niet een uitschieter of zo. Nee. Maar hij staat er gewoon... ik denk dat toch wel wat zekerheid geeft aan de achterhoede. Waarvan je denkt van nou ja... Als we een steekje laten vallen, dan staat hij er nog. En dat was gisteren dus ook weer bij die kans van die Van Bergen. Ja. Ja.
Ik denk zo, nou, die vliegt erin. Die hangt niet al. Dus. Ja. Hoe lang zal die nog te houden zijn van Gastel voor Excelsior? Ja, ik denk, ik vind het, behalve dat het een aardige gozer is, ook nog een echt wel gewoon een goede keeper. Hij heeft iets onbevangens ook altijd, vind ik wel. En ja, Bas zegt het net ook, een pak punten ook voor zijn ploeg. Ja, het zou mij niet verbazen als hij na dit seizoen een stap gaat maken. Naar? Nou ja, er wordt elke keer gezegd over Noppert dat hij bijvoorbeeld wel eens weg zou kunnen gaan bij Heerenveen. Nou, waarom zou dan Stijn van Gastel daar niet naartoe kunnen? Waarom zou Van Gastel niet naar Heerenveen kunnen, Robert? Omdat er nog één nog een keeper zit. En twee, maar die zal toch wel weggaan? Dat hij het prima doet. Ja, nou ja, dat moet gaan blijken. Want bijvoorbeeld een Ajax halen dan iemand uit Spanje voor heel veel centjes. Rulli van Villarreal. Die al 30 is. Dus die zien het dan toch blijkbaar niet in hem zitten. In Noppert niet? Ja, anders haal je hem wel. En voorlopig heb ik ook geen andere transferdingen gezien die voor hem in aanmerking komen. Dus ik ben benieuwd. Maar even naar Stijn. Ja, doet het fantastisch bij Excelsior. Hij heeft ook in zijn data een heel hoog reddingspercentage. In de expected goals houdt hij er heel veel uit. Dus wat dat betreft doet hij het goed. Maar je moet ook wel kunnen kijken naar een keeper. Ik heb niet geweldig verstand van keepers hoor. Maar je moet ook wel kunnen kijken naar een keeper die het goed doet. Per se bij een ploeg die heel veel onder druk staat, ja. Is niet per se een goede keeper die zomaar even in de subtop kan gaan spelen. Mm. Ja, want het vergt toch weer andere kwaliteiten. Ja, krijg bij zelfs je 15 ballen om te verwerken. En ik geloof dat ze 90 ballen op goal hebben gehad. Ja, en bij andere en bij grotere clubs. Dat is wel een verschil. Ja. Ja. Bij de grotere clubs is het een stuk lastiger. Jawel, maar je moet je dan toch nog onderscheiden. Nee, absoluut. Dat doet hij. Nee, maar kijk, we moeten het ook niet kleineren. Nee. Daar gaat het niet om. Maar het verschil bij een grote club is natuurlijk, je krijgt 3 of 4 ballen op de goal. Ja, die moet je pakken. Ja. Als je daar vanheen gaat, dan ben je aan de beurt natuurlijk. Ja. En nu krijg je zoveel dat hij groeit ook in wedstrijden, weet je wel. Maar blijft buiten kijf. Prima prestaties. Ja, genieten jullie ook zo nu van dat duo Azarkan en Goudmijn? Dat is, ja, ik vind dat smullen nu bij Excelsior. Ja, ik ook. Ja, Azarkan heb ik al eerder eens een keer gezegd. Daar heb ik toch nog mijn vraagtekens bij. Nou, Bas niet, heeft hij in deze uitzending gezegd. Ik vind dat is eigenlijk goed genoeg voor Feyenoord. Maar goed, ik heb het vaker gezegd. Van wat hij nu laat zien, dat is echt prima. Dat deed hij afgelopen seizoen ook al. Alleen, hij heeft natuurlijk al 3 jaar de kans gehad bij Feyenoord in de voorbereiding. En die pakte hij toen niet. Nee. Om wat voor reden dan ook. Dus daar blijf je altijd een beetje twijfelen over natuurlijk. Alleen, ik gaf het vergelijk met van wat er nu bij Feyenoord te zien is aan de flanken. Dat vind ik nog steeds twijfelachtig. En wat hij dan laat zien, dan denk ik, ja, dan kun je hem volgend jaar nog een keer de kans geven. Nee. Hij is handig, jij zeggen. Hij is absoluut handig genoeg, maar nogmaals, ik heb daar mijn twijfels over. Maar het is puur, ik kijk daar dan als trainer naar. Tussen Excelsior en Feyenoord zit een gigantisch verschil. Dat verschil weet ik niet. Hij zal incidenteel, zou hij het ook bij Feyenoord goed doen trouwens. Hè. Zou hij ook zijn acties hebben. Maar als je het nou over Goudmijn hebt, ja, dat vind ik echt een fantastische speler. En daar zit nog zoveel potentie in. Die is zo goed aan de bal. Gisteren maakte hij ook weer een fantastische actie. Via de linkerkant, dat hij over de achterlijn helemaal doorkomt. Ja, dat is echt een versterking voor Excelsior. Hij is nu een soort van aanvallende middenvelder geworden. Hè? Hij kwam voor de winst op een beetje van de vleugels. En nu op 10, min of meer. Hij heeft natuurlijk bij Jong AZ in al die posities heeft hij kunnen spelen. Heeft hij ook kunnen leren op die manier. Maar dit is wel echt een hele goede voetballer. En dan moet je als Excelsior zijnde, nogmaals, dat doen ze goed. Dit soort jongens oppikken en lekker laten voetballen, lekker in de Eredivisie laten spelen. Ja, dat is goud waard voor Excelsior. Maar zie je Goudmijn dan misschien ook wel dadelijk zo'n stap maken inderdaad van Excelsior 1 naar AZ1? Ja. Omdat dat ook een grote stap is? Ja, maar dat zie ik hem doen. Ja? Ja, dat zie ik hem op talent doen, dat zie ik hem op voetballend vermogen doen. Hij maakt nu die meters in qua mentale weerbaarheid doet hij dat nu. Hè. Hij speelt degradatie voetbal. Dus ja, dat zie ik hem absoluut doen. En in de Eredivisie nu. En in de Eredivisie. Ja, gewoon met volle bak weerstand in al die grote wedstrijden. Eén ding nog even over Excelsior, Dennis. Er is versterking onderweg naar Kralingen. Als je het dan hebt over AZ. Per Koopmeiners is dan de naam die daar valt. Was gisteren ook aanwezig bij die wedstrijd tussen Excelsior en FC Groningen. 22-jarige defensieve middenvelder. Broertje van Teun Koopmeiners natuurlijk. Mm-hmm. Heeft een aantal wedstrijden, uit mijn hoofd zeg ik, 268 minuten in 14 wedstrijden gespeeld in AZ1. Maar speelt vooral zijn wedstrijden in Jong AZ. Ja, ik denk dat als Excelsior dit soort spelers op kan pikken. Ja, zeker met de blessure van Ayoub, die er toch nog wel eventjes uit is. Dat is ook maar niet fit, hè, die Ayoub. Nee, dus kan je die er goed bij hebben. Goeie keus om voor de jonge Koopmeiners te gaan. Ook hetzelfde verhaal weer. Jongens die goed opgeleid zijn, mag je bijna niet meer zeggen, maar er zit een goede kop op. Waarom mag ik dat niet zeggen? Nou, een beetje een achterhaald begrip met alle data en alle wetenschappen tegenwoordig. Oh, ja. Maar dit zijn spelers die echte aanwinsten zijn voor een club als Excelsior.
Dus dat is mooi. Ik zat trouwens nog wel nog andere speler van AZ, maar dat ligt bij Feyenoord natuurlijk weer gevoelig, hè? Die relatie tussen AZ. Die helemaal niet genoemd wordt, maar die jongen van Reinders. Tijani Reinders. Nou ja, dat zou ik nou bijvoorbeeld uitstekende speler vinden voor Feyenoord ook. Ja, om die kampioen maar die heeft wel verlengd inmiddels nog, maar ja. En die speelt daar ook alles. Dus ja. Die zal ook wel wat centjes moeten die kosten. Die zal een paar centen moeten kosten. Ja, als je dan toch gaat investeren. Zou je dat meer bij hem doen dan bij Zerouki? Ja, wel iets ander type. Ja. Zerouki speelt natuurlijk ook pas dit jaar. Hij was natuurlijk heel ielig bij Ajax toen hij daar speelde. En hij is nu wat meer een kerel geworden. Hij is ook flink gegroeid. Ook in de lengte. Want ja. Hij was 1,63 volgens mij toen hij binnenkwam bij Twente. Hij heeft enorme stappen gemaakt. Nee, 1,83. Dat scheelt ook wel. Precies. Hij is letterlijk doorgegroeid. Ja, echt doorgegroeid. Ja. Is Zerouki eigenlijk beter dan Wiever? Ja. Zal ik het zeggen, Bas? Ja, nee, dat mag je zeggen. Alleen, ik kan niet oordelen over Wiever als hij niet de aantal speelminuten heeft gemaakt bij Feyenoord. Want dan krijg je ook weer het verschil. Gespeeld bij Excelsior, de druk bij Feyenoord is hoger, blessures gehad. Kansen de dus baas nog niet gehad? Nee, om ook mede door die blessures natuurlijk. Nu liep hij weer tegen een blessure aan. Dus dat vind ik moeilijk oordelen. Ik heb wel... het idee dat Wiever het wel gaat redden in de Kuip. Je ziet het potentieel. Ik zie dat wel, ja, bij hem. Ik vind Wiever ook een goede speler, hoor. Maar Zerouki vind ik beter. Ja, wat we wel kunnen zeggen ook over Zerouki is dat als je gaat kijken naar zijn statistieken ook. Hè, hij is volgens mij in vorig jaar de meeste onderscheppingen zo'n beetje van alle spelers in de Eredivisie. Staat bij FC Twente bijna altijd aan de basis van wat gaat leiden tot een schot op het doel van de tegenpartij. Ja, hij laat het dan wel zien. En als je natuurlijk, net zoals gisteren, de Van der Maar al 2 schoppen krijgt, dan denk ik dat Zerouki... Die af en toe alleen uitdeelt. En Wiever is wat die is wat zetten. Ja, Wiever is wel die kan er ook wel uitdelen. Wiever is natuurlijk ook een jongen die nog centraal achterin kan spelen. Ja. Ja. En daar kan die volgens mij ook prima voor opgeleid worden nog. Dan heb je daar een goede kracht aan. Zeker. Centraal achterin spelen blijft wel een heikel punt bij Feyenoord nu met het wegvallen van Gernot Trauner. Die wel op de maandagmiddag via social media heeft laten weten dat zijn onderzoek naar zijn knie goed is verlopen. Maar ja. Dat onderzoek of de knie? Ja, dat weten we niet. Okay. Vertel het verhaal niet. Nee. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws. Dit is natuurlijk wel een gemis. Omdat Trauner natuurlijk constant de bal direct vooruit speelt. Ja. En dat had je natuurlijk gisteren niet. Want toen werd dat rondgespeeld. En als Trauner de bal heeft, die kijkt altijd naar de oplossing vooruit. Nou, onze collega Dennis van Issel zei het vrijdag, vond ik wel echt heel scherp. Die zei, Trauner lost op voordat het probleem er is. Ja, hij ziet dat het wel vrij gevonden, maar voor mij is het zo. Hij ziet het gewoon goed en hij speelt bijna altijd vooruit. Ja. Want de filosofie is natuurlijk altijd van niet breed spelen, nee vooruit spelen. Gelijk de oplossing. Er zijn trainers die er zelfs op trainen van als hij de bal achteruit speelt, fluiten ze af op de training. Ja. Maar Bas, gisteren staat Rasmus in de basis, dan wordt het verzet en gaat Geertruida daar spelen. Geertruida die het natuurlijk vooral kennen als rechtsback. Wat is nou volgens jou, en je kent hem, echt de meest ideale positie voor Lutzenheel Geertruida? Waar heb je nou het meeste aan hem? Ja, ik denk dat hij op de rechtsbackpositie het beste uit de voeten kan. Ik vind hem af en toe, en ik vind het echt een goede speler, hè, maar ik vind hem af en toe te nonchalant in de duels. Gisteren ook weer bij die eerste goal, denk ik, niet te makkelijk. Of weer een balletje breed, weet je wel, dat heb ik ook al verschillende wedstrijden gezien. Nou, hij moet gewoon zorgen dat hij 100% geconcentreerd is en die taak ook gewoon uitvoert. En ik denk dat hij als rechtsback... Alleen moet hij dan niet de binnenkant elke keer dichtgooien. Want dan zie je hem heel vaak op het middenveld lopen. Daar waardoor hij de ruimte heel beperkt maakt voor andere spelers. Ja. Maar met zijn kop bijvoorbeeld, bij spelervattingen, is hij echt fantastisch. Maakt hij nog wel eens een goal ook? Ook dat nog. Ja. Nou, zo blijkt de puzzel voor slot toch helemaal niet zo makkelijk, beste trainer Maaskant. Kan je wel kijken van, joh, dat kan iedereen. Kijk je mij aan, maar dan moet hij toch oplossen. Ja, maar jij moet er iets zinnigs over zeggen. Ja. Nou ja, ik vind dat Slot het goed doet. En met het materiaal wat minder is dan Ajax en PSV, staat Feyenoord gewoon bovenaan. Ja. En daarom denk ik dat er ook niet zo'n grote paniek moet uitbreken bij Feyenoord. En nogmaals, een wedstrijd uit bij Utrecht, gelijk spelen, dat kan je gebeuren. Dat kan ook in de strijd gebeuren, in het heet van de strijd. Nou is Utrecht wel enigszins aangeslagen wild geweest dit seizoen. Hè. Onder Vrezen hebben ze het niet zo geweldig gedaan. Net een nieuwe trainer gekomen, dus er hadden ook wel weer kansen gelegen. Maar Feyenoord mist die twee gasten die er niet bij zijn, missen ze enorm. En ik verwacht ook wel dat daar iemand gaat komen. En dat kan ook nog wel eventueel nog aan de onderkant zijn. Hè? Want het is altijd zo, op het moment dat de grootste paniek is en we missen spelers, en dan laat je
een andere jongen daar voetballen. Dus noods een jongere speler. Dan blijkt het altijd wel weer mee te vallen. Hmm. Het is ook geen hogere wiskunde, dat voetbal. Zo is het. Ik vind trouwens wel dat Vreese op een gegeven moment bij Utrecht die lijn wel te pakken had. Met 4 overwinningen achter elkaar. Ja, dus dat denk ik van, nou, dat vind ik wel meevallen. Dus dat akkefietje wordt natuurlijk, dat is een heel lastig verhaal. Maar hij had wel de lijn te pakken waardoor ze wel 4 wedstrijden achter elkaar winnend afsloten. Precies, en waar Silberbouwer nu op voortborduurt. Dat lijkt mij wel. We ronden langzaam af. 1 ding nog even over Sparta. Dat is vrij gelijk speelde tegen PSV. Nu dinsdag weer. Die winterstop, die lange break, kwam Sparta zo zeg maar niet zo goed uit. Want ja, als je in zo'n lekkere flow zit, dan wil je natuurlijk eigenlijk door. Het kwam Laurensen en Kitolano natuurlijk wel goed uit. Want die hadden helemaal geen zomervakantie gehad. Dus die konden even met de beentjes omhoog. Maar de Guzman, daarvan dacht je van, nou, dat is ook lekker. Even gas eraf en even herstellen. Maar hij doet nog steeds niet mee zaterdag. Wat is er? Nou, ik was bij die wedstrijd tegen Westerlo. Die oefenwedstrijd die door Sparta daar werd gespeeld. En daar viel hij ook uit. Had last van zijn kuit. Eigenlijk uit voorzorg is hij toen naar de kant gehaald, omdat hij daar al eerder last van had gehad. Ja, en we dachten eerst van, oeh, dat kan wel eens eventjes gaan duren. Maar ja, we spraken Stijn van de week en die zei, nou, deze wedstrijd tegen PSV in het weekend komt te vroeg. Maar misschien dat die bekerwedstrijd de Guzman er wel weer dus bij kan zitten. Weer. Ja, en anders dan op korte termijn. Dus het valt mee. Vervelende blessure, hoor. Kuit. Ja. Kuitblessure, dan denk je altijd weer dat je klaar bent. Blijft en dan etteren, schiet het er net weer een beetje in. Dat is ook de is wel leeftijd. De Guzman is de jongste niet meer, maar wel van waarde voor Sparta. Goed, we ronden af. Sparta morgen tegen PSV in de beker. Excelsior woensdagavond op Woudestein tegen AZ. En dan Feyenoord donderdagavond om 9 uur in de Kuip tegen PEC Zwolle. Die bekerwedstrijden zijn bij ons natuurlijk allemaal live op de radio te volgen. En daar gaan we al een vrijdag over napraten in FC Rijnmond. Dat doen we dan weer met een andere tafel. Maar de tafel van nu ben ik zeer veel dank verschuldigd. Bas van Noordwijk, tot de volgende. Dennis Kranenburg en Robert Maaskant, jou zien en spreken we ook weer snel. Tot zover FC Rijnmond. En graag dus wat betreft dit programma tot vrijdag. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichter Tuin en Serremeubelen, Woonstudio Joy, Neco Ship Supply BV en Frans Metz de Bedderij.